Ja? Voorzichtig. Als het een diertje zou zijn dat echt leeft, dan kun je het misschien pijn doen. Dus heel voorzichtig. Oké, daar ga ik. Ja. Oh, de waait iets hierin. Knol Power. Hallo dames en heren, super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol. En op deze manier word ik natuurlijk nooit meer wakker gemaakt door de allerliefste James, door de allerknapste Katrien en door de alleraardigste man Gert. Ja, ik kom er gewoon niet meer bij. Ja, kom Helmoet, kom. Hey Helmoet, goedemorgen. En wat hadden we mee? En zo, een potje kwark. Ja. Zeker weten, dat is echt super tof. Lekker kwark. Melootjes. En dat noemen ze hier een kwakje? Nee, gewoon een kwak. Nee, dat is bier, hè. Kwak, dat is Gents bier, hè. Oh, kwak is bier. Kwark. Kwark. Ja. Met de R. Kwark. Kwark. En ik heb hier een lekker sapje. Dit is echt helemaal top. En de krant, maar ik weet niet wat ik daarmee moet. Leg je in je blootje? Ja. Is het waar? Ik ben hier weg, jongens. Leg je in je blootje? Nee. Hij doet het in zijn blootje. Ik doe het in. Zo, dat was de wakkermaaksessie. Eigenlijk is dit de tweede wakkermaaksessie. Want een uur geleden kwamen ze me wakker maken. Maar ik ben gewoon weer in slaap gevallen. Dus dit was de tweede wakkermaaksessie. Oh, wauw. Kijk, de gouden plaat. Meer dan 10.000 verkochte exemplaren. Gefeliciteerd. Dankjewel, Enzo. Echt super. Ik heb ondertussen een heerlijke douche genomen. Ben helemaal wakker, fris en fruitig. Maar mijn kamer hier, dat is echt een totale chaos. Ik heb serieus mijn koffer nog ineens uitgepakt. En dat ga ik natuurlijk ook niet meer doen, want vandaag is de allerlaatste dag. En ik ga jullie even laten zien. Daar staat een paar schoenen. Mijn broek hangt over het toilet. Dit is dus mijn koffer. Daar heb ik allemaal kleertjes en hier allemaal fanmail die ik heb gekregen de dagen dat ik hier ben geweest. Echt nogmaals super tof. Heel erg bedankt. Ook voor nogmaals de Antwerpse handjes, de koekjes en de dingetjes. Heel erg tof. En ja, mijn hele bed ligt eronder. Maar ik laat het natuurlijk wel netjes achter. Hier nogmaals 2 miljoen shirt en de 2 miljoen zipper. Zo ontzettend vette. Ik ga over enkele minuten bedgeheimen opnemen. En ik zal wel eventjes aan jullie vertellen wat precies bedgeheimen is. Uiteraard liggen we in bed. Logisch, het heet bedgeheimen. En dit is een dingetje wat James altijd doet met de gasten. Dan gaat hij in bed liggen. En dan gaat hij proberen een zo diep mogelijk interview te houden over de diepste geheimen van de gast. Ja, maar dat weten al je volgers al. Want jij deelt alles. Nee, maar dat is het ook een beetje. Ik vraag me heel erg af waar dit interview heen gaat. Omdat eigenlijk alles wat ik heb meegemaakt zowat en wat ik heb gedaan. Nou, niet alles, maar de meeste relevante dingen. Zoals ik ben gescheiden, heel vaak verhuisd, heel veel scholen gezeten. Dat weten jullie allemaal. Dus ik ben benieuwd waar het heen gaat. Ik ook. Laten we zien waar het gaat. Hè? We gaan het zien. Dus ik doe de camera weg en dan is hier een hele mooie installatie boven. En dan worden we gefilmd op die manier en dan zie ik het later over terug. 1 hour later. Jeetje, wat een mooi weer is het. Ik wist echt niet dat het zulk mooi weer zou worden. Oh, dames en heren, ik ben echt overweldigd van de super toffe, lieve reacties die jullie allemaal geven van mijn verblijf hier op de jacht. Ik vind het echt heel erg gezellig. En het is wel eventjes wennen dat ik constant dat Vlaamse accent te horen krijg. Echt constant, dag in, dag uit. Dus ik moet zeggen dat ik ook wel heel erg blij weer ben als ik omringd ben door Nederlanders die ABN praten, net als ik. Niet dat ik me hier buitengesloten voel, want ik word echt heel erg vriendelijk ontvangen hier. Goed behandeld, de mensen zijn echt super lief. De fans hier zijn echt waanzinnig. Dus ik heb het ontzettend naar mijn zin. Maar ik weet niet, ik merk wel dat ik iets mis. Maar ik weet niet wat. Ik weet niet. Ja, natuurlijk mis ik Sok de Poes. Als ik thuis ben, ga ik meteen Sok oppakken en ga ik knuffelen. Waarschijnlijk ligt ze een beetje te huilen op de deurmat. Want ze hoort me meestal wel thuiskomen. Maar daarnaast mis ik nog iets thuis. Maar ik kom er niet echt achter wat. Ik heb nooit echt heimwee gehad naar mijn eigen bed of mijn eigen kussen of zo. Leg mij ergens neer, ook al is het op de grond op een heel dun matje. Dan ik val overal wel in slaap. Maar ik weet niet. Ik weet het niet. A few moments later. Ik lig hier heel even te zonnen. En in één keer hoor ik een paar voetstapjes. Voor de rest is het heel normaal hoor, dat ik hier lig te zonnen. Behalve dat een cameraman en een fotograaf hier staan. Jongen, ik krijg ook geen minuut rust hè, op deze boot.
Wordt constant gefotografeerd en gefilmd. Zelfs als ik mijn eigen camera wegleg, dan is er een andere camera die aangaat. Any day now, any day now. Hey Michelle, is life for you okay? I wonder if you ever think of me. Man, I'm not in that and been in that. Dan weet ik het ook niet. Ik ben op dit moment aan het wachten buiten totdat Helmoet terugkomt van het fietsen. Van het wielrennen. Het was namelijk een wens van Helmoet om een keer te gaan wielrennen. En dan uiteindelijk over de finish te komen als eerste. Dus wat ze hebben geregeld is hier een eerste, tweede en derde plek. En wat ik heel erg tof vind, is dat er zoveel publiek is. En ik neem straks even een momentje om natuurlijk met iedereen weer op de foto te gaan. Maar er is aardig wat publiek, toch? We gaan allemaal natuurlijk keihard juichen als Helmoet straks over de finishlijn komt. Dus dat wordt helemaal top. Helmoet! Oh, dat gaat Helmoet niet leuk vinden. Hier is dat daar. Ja, er zijn één iemand boe, hè? Ja, één iemand boe. Daar. Ja, die pakken we straks samen. Ja, die pakken we straks samen. Helmoet! 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 Ah, oh. Bosje bloemen van Annie. Blauw duimpje omhoog voor Helmoet zijn prestatie, mensen. Oh, de champagne komt, de champagne komt. Oh, nee. Als je op zo'n podium staat, dan gaan ze altijd met champagne. Ik wou zeggen champignons. Gaan ze altijd met champagne spuiten. Het is niet echt spuiten geworden, maar oké. Ik ben hier ingesloten in een driehoek van hekken. En ik ga er even voor zorgen dat iedereen op de foto gaat, komt helemaal goed. Woe, ik heb de chaos weer overleefd, dames en heren. Oh, ook al moet ik zeggen, chaos, dat valt op zich wel mee. Iedereen heeft zich super netjes gedragen en wacht op zijn beurt. En dat is wel echt super fijn. Als ik ergens ben en ik weet dat ik de tijd heb, dan zeg ik van tevoren altijd al van, yo, iedereen luisteren. Iedereen gaat sowieso op de foto die op de foto wil. En dan wordt iedereen ietsjes rustiger en dan kan ik rustig met iedereen één voor één op de foto gaan. En ik kwam zo net een meisje tegen en ik ben blij dat ik haar heb ontmoet, want dat meisje die kijkt al 5 jaar lang vanaf het begin de vlog. 5 jaar lang. Ik heb haar nog nooit gezien, zojuist voor de eerste keer. En dit is dat meisje. Heel erg lief dat je zo lang al mijn video's kijkt en dat je fan van me bent. En ik hoop dat je dat nog heel lang blijft. En als het goed is, gaan we nu lunchen. Hopsakee. Als ik het goed heb, zijn dit spruitjes, sperziebonen, een aardappelschijfje en draadjesvlees. En dat gaat er bij mij wel in. Ik heb heel erg veel trek. En heel veel mensen lusten geen spruitjes, dat weet ik. Want als je aan de meeste kinderen gaat vragen spruitjes, dan gaat het gezicht zo... Maar echt waar, spruitjes, als het op een goede manier voorbereid is... En dat is het, dan is het lekker. Nee, het is echt lekker. Het is echt lekker. De boot ligt er nog steeds super mooi bij. En de fans die zijn nog steeds aanwezig hier op de achtergrond. Oh, kijk, er zijn een paar mij gevolgd. Die staan hier nog beneden. Hallo, hierboven. Joehoe. Ze zien het niet. Hallo. Yay. Ze zaten te zoeken naar boven van... Waar, waar? Maar ik zit hier op de 5e verdieping, dus je vindt het niet zo 1, 2, 3. Maar dit is wel een mooi plaatje, hoor. Ja, ja. En wat mij verbaast is, wow, ik zie het nu alweer op de voorruit. Ik zal straks naar de auto gaan, maar er zijn ongelooflijk veel briefjes achtergelaten op mijn voorruit. En het verbaast mij hoe verschrikkelijk veel mensen ook foto's maken bij de auto. Dus dat is wel leuk om te zien. Oh, ik vind het echt zo eng, hè, om hier overheen te leunen. Ik ben dan bang dat dit afbreekt en dat ik dan 5 verdiepingen naar beneden kukel. Maar ik ga eventjes door naar de visagie hier. En dan krijg ik weer even een poedertje op.
En dan zit dat er alvast op straks voor de show. Ik weet niet, kan ik gaan zitten? Ja, is dat? Ja, super. Dankjewel. Zo, nou dan weer even de make-up erop. 3, 2, 1. Hopsa. Nee, nog niet helemaal klaar. Ik ben te vroeg. Hopsakee, nu is het helemaal klaar. Ik ben weer heel erg dankbaar en dan ga ik hier nu weg uit de fysici. En dan ga ik nu hier het programma voor straks doornemen. Dus dan krijg ik, ja, dat, een briefing noemen ze dat. En dan krijg ik te horen van, ja, dit is straks het idee. Ze hebben 3 delen. Dus het eerste deel gaat dit en dit gebeuren. Dan het tweede deel gaat dit en dit gebeuren. En dan het derde deel dit en dit en dan afsluiting. Voilà, klaar. Amai, zo makkelijk is dat, hè? Ik heb hier een heel erg mooi plekje gekregen. Ik ben gewoon één van de redactie eigenlijk, lijkt het wel zo'n beetje. Allemaal laptops hier. Ik zit er gewoon bij. Alleen zit ik nog mijn vlog te editen. Deze vlog die redt het helaas niet om 4 uur. Oh, boe en zo boe. Ik heb echt waar geprobeerd om elke dag de vlog exact om 4 uur online te krijgen. Maar vandaag is het mij net niet gelukt door de opnames. Maar hij is bijna klaar. Alleen ga ik eerst heel eventjes wat fans verrassen die hier aanwezig zijn met wat goodies. Hallo! Alles goed? Ja, ik denk goed knuffel. Hoppa! Ik zie hier al een petje Fortnite. Ik zie al dat jullie op de tablet Fortnite... Gaan jullie dat nou spelen op de tablet? Ik heb dat 1 keer op de telefoon gespeeld, maar ik heb dat nog nooit gezien op de tablet. Want ik speel dat altijd op de computer. Fortnite heeft echt de wereld overgenomen, mensen. Dat is echt niet normaal. En ik merk wel dat de meeste mensen, ik denk ongeveer toch zeker wel 80% van, ik denk misschien wel heel de wereld, op de PlayStation 4 speelt. Dat is echt niet normaal. Heel klein gedeelte misschien op de Xbox. Ook wel redelijk groot gedeelte nog op de computer. Er zijn heel veel livestreamers die dat op de computer doen. Hey, ik heb wat voor jullie meegenomen. Hoppakee, dames en heren. Knol Power Family hier zo. Ja? Ik kom hier op mijn kamer en er ligt alweer iets als verrassing op mijn bed. Geen idee wat het deze keer is. Ik denk eten weer. Huh? Wat is dit? Weet iemand dat? Is dit een dropje of zo? Wow. Oh, wow. Oh shit. Oh nee. Zo. Oh, dat is veel suiker, zeg. Oh, dat is echt heel lekker. Er zit helaas geen briefje in of zo, maar voor degene die dit achter heeft gelaten, super tof, dankjewel. Ik heb echt onwijs veel fanmail gekregen. Ik heb hier daar wat van liggen. En straks, de laatste show, dan zit het er alweer op. Dan zit deze week er wel op. Maar wat ik nu eventjes ga doen, aangezien we over een half uur live gaan met de show, ga ik, want ik mag na de show naar huis, denk ik alvast even alles inpakken. Want het is één grote bende hier en ik wil het wel eventjes netjes achterlaten. Dus eventjes snel opruimen en dan voordat je het weet is het alweer showtime. Heel even ben ik er nog, mensen. Niet in de show. Heel even nog op mijn kamer samen met Helmoet Lottie. En ik dacht dat ik dit van fans heb gekregen, want zo net kreeg ik dit ook alweer binnen. Super tof. Enorm bedankt. Maar dit heb ik dus van Helmoet gekregen. En hoe heet dit? Dat zijn Gentse neusjes, ofwel cuberdons. Dat is een cuberdons. Soort snoep. Het is iets gelatineachtig, van buiten is het hard en van binnen is het zacht en het is donkerpaars. Het is heel lekker. Ja, ik had een halve gegeten en ik was al heel misselijk. Mierzoet. Zo, wat zoet. Heel veel suiker. Ze zijn lekker. Ja, ze zijn wel lekker. Heel erg bedankt. Heel erg attent van u. Dank u wel. Dus, dat zijn de neusjes, oftewel dat woord wat ik net zei. Cuberdons. Cuberdons. Dank je wel, Helmoet. Cuberdons. Klinkt wel vet, hè? Ja. Lekker, maar nu echt showtime. Hier, hier is het. Yes, nou, hier wil ik toch even een groepsknuffel van vragen. Veel plezier vanavond. Wie zijn er ook? Dat is veel lawaai, hè? Er wordt hier nu een doos neergezet. En ik wil eigenlijk niet weten wat er in die doos zit. Maar ik heb zo'n vermoeden dat ik straks
met mijn arm erin moet. Dit is de box voor jou, Enzo. Dus eigenlijk is de bedoeling dat je heel voorzichtig gaat voelen wat er in de box zit. Maar voorzichtig, want als het iets is dat leeft, moet je het niet plat. Ja, het is op dierendag. Dus. Oh, nee. Ja, ik weet niet. We gaan eerst even onthullen wat erin zit. Wacht even. Hier is hij. Nee, dat is geen goede reactie, hè? Dat is geen goede reactie. Ja, zien we hem allemaal goed? Wat erin zit? Ja. Oké, okay. En zo niet kijken, gewoon je hand vooruit staren. Voorzichtig. Oh, wow. Ja? Voorzichtig. Als het een diertje zou zijn dat echt leeft, dan kun je het misschien pijn doen, dus heel voorzichtig. Oké, daar ga ik. Ja. Oh, er waait iets hierin. Hé. Wat is dit? Oh, is dat echt een dier? Oh! Wat is dat? Is dat een spin? Ik raak het nog niet aan. Oh! Wat was het? Oh, ik denk iets van een cavia of zo. Of een hamster. Laten we hem even zien. Is dat een echte? Ja, het is een echte, ja. Het is een levensechte. Nee. Kijk het. Ja, James. Oh, die helm moet zijn gezicht. Kijk naar hem. Nee. Ja, en het is natuurlijk de bedoeling dat we elke keer... Om te bewijzen dat die echt is, mensen. Kijk, hij beweegt. Oh. Oh, als we dit hadden gedaan, hè, op het begin, de eerste dag. Ik was meteen weer naar huis gegaan. Oh. Niet normaal. Zo, en het publiek, jullie waren aan het genieten, hè? Ja! Ja! Oh, ik ben wel blij dat ik het heb gedaan. En zonder het publiek had ik het niet gedurfd, hoor. Want ik zag ze allemaal zo kijken, zo van, doe het! Oh, maar dat, ik zag het ook aan jou, Kate. Dat gewoon het idee dat je niet kan zien wat erin zit. Dat is zo ontzettend naar, maar ik ben trots dat ik het heb gedaan. Maar hey, Kate, wij zijn geweest. En Helmoet straks. Even, hoeveel vingers? Nu nog vijf vingers. Helmoet. Oh, niet de rap, jongen. Dat is een konijntje of zoiets? Of, ja, voel het nog eens. Voel nog eens even. Het is heel fluffy. Fluffy? Misschien is het een harige slang? Ik weet het niet. Nee, het is een kat. Weet je wat? Haal het eruit. En wel voorzichtig zijn dat niet wegloopt. Ja, dat kan. Ik probeer met twee handen en haal het er voorzichtig uit. Ik durfde onze kat nog niet op te tillen. Is het waar? Met twee polletjes, Helmoet. Oké. Okay. Kom op. Ik wist niet dat Helmoet zo goed een struisvogel na kon doen. Dat was echt knap. Cause I just can't wait till you ride me, you're coming around. I'm walking on sunshine, whoa. I'm walking on sunshine, whoa. I'm walking on sunshine, whoa. Wel voorzichtig. Wel voorzichtig. Waarom voorzichtig? Wel voorzichtig. Dat beweegt, hè? Wacht, voorzichtig. Rustig. Wacht, voorzichtig. Een snorhaar of zo? Het heeft wel snorhaar. Een snorhaar. Een muis. Een rat. Het is toch geen rat, hè? Een hamster. Als ik juist zijn, moet ik het zeggen. Kijk zelf maar. Is het rat? Oh, mijn god! Oh, man. Nee, ik vind het eng. Allee, voilà.
Enzo, gisteren was je mama op bezoek. En toen vertelde jij daar iets heel moois over je opa en je oma. We gaan even kijken. Opa en oma, daar kon je altijd bij terecht. Ja, en, ja dat wil ik ook zeggen. Dat zonder opa en oma, dat is echt waar. Ja. Daar word ik heel erg emotioneel van. Maar zonder opa en oma, dan was het echt helemaal fout gaan. Ja. Ja. Ja, ik werd er toen zelf ook een beetje emotioneel van, moet ik zeggen. Ja. Nu, we hadden het de dag daarvoor ook nog over je opa en je oma gehad. Je had ze eigenlijk graag uitgenodigd hier op de boot. Maar ja, ze wonen heel ver van hier. Ja, ze wonen helemaal in het noorden van Nederland. En mijn opa en oma, die worden steeds ouder. En dan is dat reizen ook steeds vermoeider. Dus dat was een beetje te ingewikkeld eigenlijk. Klopt. James, klopt hè? Ja, inderdaad, inderdaad. Maar wij zouden Gert Leeknaak niet zijn, moesten hier zijn. Oma en opa Knol! Dag Henk, dag Marietje. Hallo. Welkom. Hey jongen, jongen. Ja. Hallo. Hallo. Jongen, hoi. Hallo. Ik wil even bij dat je erbij zal wel zijn. Jongen, ik kom je bevrijden naar het hol van de Vlaamse leeuw, man. Hij zegt, ik wil je komen bevrijden uit het hol van de Vlaamse leeuw. Oei. Ben je blij? Jezus, wat ben ik blij. Hé, hey, dat is wel een verrassing. Oh, die had ik echt niet verwacht. Ja, ja, we hebben ze al de hele dag verstopt in een kajuit. Ja. Dus, ja. Zijn dank is heel groot, want ik lag deze namiddag met Enzo in een bed. Er is een rubriekje bedgeheimen, voel je allemaal in paniek. Ja. daar vraag ik wat meer vragen, zodat we meer te weten komen over de mens achter Enzo. Ja. En daar kon hij zijn lof voor jullie toch niet wegsteken. Ik vroeg hem van, kijk, als je iets wil zeggen aan oma en opa, wat zou je dan willen zeggen? En dat is dit. Wat ik wil zeggen tegen mijn opa en oma is dat ik heb echt nog nooit zulke lieve mensen ontmoet en gekend als mijn opa en oma. En opa en oma, ik heb het al zo vaak gezegd. En jullie weten ook dat zonder jullie was ik er gewoon echt niet meer. En daarom wil ik jullie bedanken voor alles wat jullie ooit hebben gedaan. Maar niet alleen voor mij, ook voor Milan en voor mama. Ja, meer komt er niet uit. Nee. Ja, ja, ja. Heel heftig dit, heel heftig dit. Maar eigenlijk Marietje, als jullie dit zien, wat denken jullie dan? Wat voel je dan, Marietje? Nou, ik ben verschrikkelijk trots op hem. Hè? Gelukkig. Ja, meer kan ik nu zeggen. Dus nee. Doe jij het maar, Henk. Nou, wij zijn heel blij, wat ik net ook al zei, dat hij datgene doet wat hij nu doet en daar zoveel mensen mee pakt. Hij laat zien dat hij positief in het leven staat. Dat hij optimistisch in het leven staat. Ondanks alles. Ondanks alles. Ja. Kijk, en dat pakt die kinderen kennelijk, die nog worstelen met het volwassen worden. Ja. He, tussen 8 en 16. En zo verklaar ik dat. En laten we hopen dat Enzo die boodschap nog lang, lang kan brengen. Oh, dat beloof ik jullie bij deze. Dat komt goed. En laten we hopen dat jullie elkaar nog heel lang, 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 lang mogen vastpakken. Bedankt om hier te zijn. Henk en Marietje, dank je wel. Ja. Wauw. Dit had ik echt niet verwacht, mensen. Jonge, jonge. Mijn opa en oma in Antwerpen. Wat is dit nou in één keer? Ja. Ja, hebben jullie genoten? Oh, hebben jullie de show nog vanaf hier kunnen zien? Ja, alles. Ja, heel zo mooi. Ja, was dat leuk? Geweldig. Ja. Nou, ik vind dat jullie het ook heel goed hebben gedaan. Ja, is zo. Ja, zeker. Ik krijg nog een heerlijke avondmaal hier voorgeschoteld. En Helmut en ik gaan hier zeker zeer van genieten. Ja, zeker. En ik heb de cd klaar liggen in mijn tas. Dus als ik straks in de auto stap, dan pak ik als eerste de cd. Die doe ik in de auto. En dan gaan we met z'n allen eens luisteren wat Helmut maakt. Voor de mensen die nog niet weten wat voor muziek het is. Dankjewel. Is dat een goede afspraak? Ja, het zijn soul-klassiekers. Soul-klassiekers. Drie liedjes voor mezelf op. En het laatste is van Prince, Purple Rain. Oké. Okay. Ik ben heel erg benieuwd. Jullie gaan het straks zien. Eerst ga ik nog eventjes genieten van deze heerlijke maaltijd. Tongrolletjes. Tongrolletjes. Mijn opa en oma zijn zojuist gebracht
naar het hotel waar ze verblijven. Heel erg tof nogmaals dat ze langskwamen. En ze komen morgen weer langs. Yeah! Dus ik heb super veel zin in morgen. Maar eerst ga ik eventjes naar buiten toe. Want daar staan zo ongelooflijk veel fans die de hele tijd mijn naam aan het roepen zijn. Super tof. Heel erg bedankt dat jullie allemaal hebben gewacht. En ik ga ze nu aan jullie laten zien. Hallo allemaal! Oké, ik ga nu even snel met iedereen op de foto. En dan daarna moet ik zeggen, ik heb heel veel zin om weer in mijn auto te rijden ook. Kijk, dit bedoel ik met alle briefjes. Die zijn allemaal hier op de voorruit geplakt. Die zou ik nog aan jullie laten zien. Hier, Knol Power, Enzo Knol. Hopsakee, dankjewel allemaal. Oké, dames en heren, in de auto, zoals beloofd, hier komt, en ik heb nog nooit zijn muziek geluisterd, Helmut Lotti. I've got sunshine on a cloudy day. Hey! Weet je wat ik wel eventjes kwijt wil over zijn stem? Ik heb hem vanmiddag gehoord, live, gewoon toen hij naast me zat. En holy shit. Wat ik het mooiste vind aan artiesten is dat als hun stem net zo goed is als op hun muziek, op hun cd of op Spotify. En bij Helmut is dat echt. Hij kan echt serieus heel goed zingen. Want zoals jullie weten, dit is absoluut niet mijn soort muziek. Maar dan moet ik wel even kwijt dat ik dat wel echt heel tof vind. Dat hij wel echt een goede stem heeft. En daarnaast heeft Helmut een handtekening op de cd gezet. Met daarbij de namen van mijn opa en oma. En die cd ga ik aan opa en oma geven. Want die kenden Helmut en die vinden dat helemaal super. Dus dat is echt heel erg tof. Ik ben weer terug in Nederland! Ze hadden geen idee dat ik ging vloggen, dus ik kwam een beetje laat binnen, maar goeie avond allemaal. Amai, amai, ben ik weer terug in Nederland, hè? Allee! Daar zijn we blij met! Oh, mensen, ik ben weer thuis, het is meteen een gezellige bende. Daar is Enzo weer, mensen hebben erom gevraagd, maar ja, stage gaat weer beginnen. Maar hij heeft niet echt pauze gehad hoor, hij heeft thuis wat dingen gedaan. Bas is erbij, Pascal is erbij, Ronald daar in de back. Ronald en Pascal gaan morgen vroeg naar Schiphol. En die blijven hier dan slapen, dat is wat dichterbij. En Pascal, help mij met de livestream instellingen, want morgen ga ik livestreamen. Super veel zin in. Het wordt een drukke dag, morgen ga ik weer heel vroeg opstaan. Het is nu 11:30 in de avond. Dus korte nachten, hele drukke dagen, maar wel ontzettend tof. Iedereen van Gert Late Night, heel erg bedankt. De productie, iedereen die eraan mee heeft gewerkt, echt helemaal top. Echt super. Jolie helemaal in het speciaal. Die heeft mij echt geholpen met ontzettend veel dingen daar. Helemaal top. En daarnaast sowieso alle Vlaamse, Belgische fans die elke keer naar de boot zijn gekomen elke dag. Waanzinnig gezellig. Jullie hebben echt mij heel veel motivatie gegeven. En ik heb heel erg met jullie gelachen. Iedereen, heel erg bedankt voor het kijken. En voor alle Nederlandse fans. Het was moeilijk te vinden op de Nederlandse tv. Want ja, dat is er gewoon niet. Dus dan kan je lang blijven zoeken, maar dat kan je niet vinden. Want die zender hebben wij niet in Nederland. Dus vandaar heb ik speciaal voor jullie elke dag een stukje van de aflevering in de vlog gedaan. Dus voilà, zoals ze dat zeggen, voilà. Heel erg bedankt voor het kijken naar de vlog. Hopelijk vonden jullie het tof. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Dan zie ik jullie baas morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En zoals jullie weten, 12 oktober om 4 uur. Limited edition online. Horloge, pet, t-shirt, niet dit t-shirt, maar Knol Power 2 miljoen t-shirt. En een hoodie, een zipper. Dus dat wordt super vet. Zorg dat je erbij bent. 12 oktober, 4 uur. Check jullie morgen. En zoals ik altijd zeg, dikke, vette, peace! Knol Power!